je dood? Nou, ik ga het je vertellen, jongen. Het gaat over je vader. Er is een oude man aan het verdrinken. Oude man aan het verdrinken? Oh, wat zielig. Oh, het is ook maar Gerard. Gerard. Wat? Oh, nee. Niet tot uw dienst van de ambulance. Oh, wat is er gebeurd? Ik denk, je gaat in het water bijna. Nee, natuurlijk ga je... Oh! Oh, wat heb ik gedaan, kijkers. Kerry, sorry. Kerry, ik heb de crimineel helemaal tot as verpulverd. Hij is weg, hij zal nooit meer terugkomen. Wat spijtig, kijkers. Hij is weg. Kijkers, hij is verdwenen. Moet me met de deur in huis vallen, ik heb slecht nieuws. Wat dan? Dat willen we u graag binnen vertellen. Dat gaat over uw naaste. Henky. Ja? Treurig nieuws. Nee, wat is er aan de hand? Ik denk dat jij even moet gaan zitten. Oh, wat is er? Hoezo? Wat is er aan? Is mijn panto? Is alles goed met mijn panto? Mijn andere auto's? Gaat het goed met ze? Ik ga het je vertellen, jongen. Oh. Alles. Moet ik zitten? Komt goed. Oké, ik zit. Wil je daar echt zitten? Je zei, ga even zitten. Wat? Kom even bij zitten. Moment hoor. Wat doe je nou? Ik heb last van mijn knieën, dus even kijken hoe wil ik gaan zitten. Ga nou, hoe heet je eigenlijk? Wie ben jij? Oh, laat ik mezelf even voorstellen. Waarom ben je zo mijn hoofd. Nee, ik stoot mijn hoofd tegen Peter zijn arm. Zo, laat ik eerst mezelf even voorstellen. Zit wat op je been? Ja, ik heb jeuk. Auw, neem niet uit. Nee, maar niet uit. Stop eens met kramen, ja, nee, sorry. Hoe heet je? Mijn naam is Lassie. Wat? Wacht, waar is hij? Peter. Veter. Reter. Lassie? Ja, mijn naam is Lassie. Je heet Lassie. Oké, Lassie, maar wat is er aan de hand? Zeg het eens. Stop eens met de kramen op je been. Nee, ik heb gewoon een trekje. Ja, hallo. Hallo. Hallo, Leter. En dit is Leter. Ja. Ik dacht even dat jullie Peter en Ari waren. Wie zijn dat? Nee, maakt niet uit. Ja, weet je wat het is? Nou. We hebben slecht nieuws. Oh, wat is er aan de hand? Wacht even, kom even hier in de woonkamer zitten. Oh, toch wel? Nee. Oh, ja, toch wel. Ik zei zitten, niet liggen. Waarom gaat hij nou liggen? Ja, weet ik ook niet. Maar nu moet jij op de grond... Wat is er gaande? Wie is er dood? Nou, ik ga het je vertellen, jongen. Het gaat over je vader. Mijn vader? Echt? Ja, het gaat niet zo goed met hem. Wat is er met hem aan de hand? Ja, hij ligt in het ziekenhuis. Nee. Ja. Is hij dood? Nee, hij is niet dood. Hij is niet dood. Leeft hij nog? Leter, zeg het me, leeft hij nog? Ja, wat Leter zegt. Nee, hij zegt niks! Is hij dood? Nee, hij is niet dood. Hij is niet dood. Gaat hij dood? Nee, hij gaat niet dood. Nog niet. Nog niet? Ja, nee, jij ook nog niet. Nee, we allemaal nog niet. Nee, daarom. Ik wil mijn vader zien. Ja, dat mag. Wil je mee met de ambulance of ga je zelf? Nee, ik ga nu mee met jullie. Oké, dan gaan we. Dan gaan we. Oh, mijn vader. Oh, Henkie, kom maar aan. Maar voordat we die kant op gaan kijken, moeten jullie allemaal even abonneren. Als je abonneert, kan je mijn vader redden. Oh, misschien overleeft hij het wel als je abonneert. Laat even in de reacties weten dat je bent geabonneerd en dan geef ik jouw reactie een hartje. Hoeveel likes moeten we halen, Lassie? 3100. 3100, oké. Oh, heeft mijn vader ook in zo'n ambulance gelegen, Lassie? Zeg maar. Ja, nou, in iets anders. Model. Iets anders, maar wat is er gebeurd met hem? Ja, nou, dat gaan we je zo meteen allemaal uitleggen. Oh. Later heb jij net wel alle snoeren aangesloten, in ieder geval. Snoeren? Ja, nee, snoeren. Precies. Ja, om alles in de gaten te houden, denk ik. Oh. Ja. Met mij? Oh, stop die auto! Oh, waarom ik staat de sirenes niet aan? Je gaat door rood zonder... Zo, je trekt een stoppie. Oh, voorzichtig! Oh. Oh, ah! Oh. Oh. We zijn er. Spoedeisende hulp. Is het zo erg? Oh, doe nou! Ja, straks moeten wij nog naar de spoedeisende hulp. Moment, wil je even die deur dicht doen? Nee. Oh, anders werkt het niet. Wacht even hoor. Ik ga maar aan de andere kant zitten. Nee, wacht maar. Ik ga wel de andere kant op. Oh nee, dat kan niet. Oh, Peter, kan je even iets meer leunen? Dankjewel, Peter. Wat een voertuig is dit. Pap, ik kom eraan. Oh, waar ligt hij? Waar is hij? Ja, we gaan met je meelopen. Oh, ik vind het helemaal niet leuk. Wat? Wat? Oh, nee, ja. Nee, oh, ja. Nee, kom eraan. Waar? Ja, nee. Shit. Leter, je moet. Nee, hij komt eraan. Ja, nee, hij komt eraan. Ja. Leter, spoedeisende hulp. Volgende blok naar links en dan naar rechts en rechtdoor 3 kilometer naar achter. Moet hij niet met ons mee? Leter, waarom gaat hij rennen? Hij gaat er rennen. Je zit 3 kilometer. Hij was naar rechts. Waar ligt hij? Zeg het nou, Lassie. Ja. Ja, nee, hier. Hier, oh. Papa, kom eraan. Oh, nee. Oh, hier ligt hij niet. Nee, aan de overkant was het. Nee, breng hem nou gewoon naar me toe. Oh, we zijn er, pap. Oh, nee. Nee, zo, dit is de voorraadkast. Hoezo? Zet je dat verkeerd? Ja, nee, sorry. Nee, maakt niet uit. Nee, maakt wel uit. Ja, maakt wel uit, ja. Je hebt trouwens een hele flexibele rugzak. Ja, dankjewel. Hij ligt hier. Dat is een lift. Dag. Zo, daar ben ik weer. Wat was je doen? Papa, lieg je? Oh, hij is daar! Nee!
Ja, nou, hier ligt hij. Weet je wat? Ik geef jullie even wat privé tijd. Meneer Jotem, hou u sterk. Ja, dankjewel. Zoon. Nou, ik ga wel weg. Oh, is goed. Daar. Hij is dood. Zijn ogen. Nee. Oh, hij leeft. Oh, doe je ogen open, pap. Ogen open. Ogen open. Doe nou open. Oh, zoon. Mijn ogen zijn gewoon open. Hoezo, je ogen zijn dicht? Nee. Hè? Nee, maar ik heb een vliegje in mijn linkeroog zitten. Oh, wacht. Au, ze zijn inderdaad open. Ja. Wat is er gebeurd? Ik ben gevallen, zoon. De gevallen? Maar zo oud ben je toch nog helemaal niet? Oud genoeg. Die heb je van mij. Ja. Dus, hoe is het met je? Ja, wel. Nee, niet eigenlijk niet goed. Nee. Hoezo niet? Je mag... Nee. Oh, ga je moeder. Ja, die is dood. Nee, grapje. Wat? Daar heb je te pakken. Daar heb je te pakken, ja. Ik had zoveel meer kunnen doen, ik had je kunnen redden. Dokter! Zoon! Maakt hij nou een grapje dat je dood was? Nee, ik ging eventjes. Wat is er aan de hand? Hij ging dood! Code rood! Code rood! Rood. Oh nee, code rood! Oh nee, Hij leeft niet, waar gaat hij nou naartoe? Nou, weet je wat, pap? Ik had je kunnen redden. Code rood! Code rood! Waar moet ik je mee? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik snap er helemaal niks van. Zoon? Ja, Henkie. Die Jotem de tweede. Wat is je pap? Ik voel me niet goed. Moet ik iets voor je halen? Ja. Wat dan? Gaat het, Lassie? Ja, hoezo? Maar wat moet ik voor je halen? Wat moet ik voor je halen, pap? Ik zou willen dat je... Dat ik wat? Wat is het zeggen? Je kan ik het zeggen. Ik wat ik kon doen. Ik kan wat voor je doen. Lassie, heb jij het vandaag? Ja. Ik ga je helpen. Alles wat je kunt doen, ik ga jou pap. Zoon. Ik laat het niet nog een keer doen. Wat is er? Ik zie het witte licht al. Nee, dat is het plafond. Er is wit licht boven je, geen zorgen. Ja, de tijdschijker, daar ging het aan. Zo, is dicht. Nee, pap, ben wakker. Ja, ik doe even mijn ogen dicht. Nee, maar ga maar lekker slapen. Ja. Lassie, alles wat er vandaag op je pad komt, ik help. Ik laat dit niet nog eens gebeuren. Kan je morfine geven of zo? Of ja, dat kan wel. Narcose of zoiets. Code rood! Code rood! Code rood! Kom, ik hou van je, dat komt goed, oké? Ja, ga je laten slapen, Henkie. Ja, we gaan je even... Code rood! Daar zijn we weer, code rood! Je hebt een narcose? Ja. Oké, laat hem even spappen. Ik kom later voor je terug, weet je. Ik ga de stad redden. Ja. Code rood. Nee, voorzitter! Wat gebeurt er? Mijn vader, komt het nog wel goed met hem? Hey, Lassie. Hey. Hey, ja? Komt het goed met hem? Oh ja, vast wel. Vast ben even aan het eten, hoor. Maar hoezo kan je nu eten, terwijl mijn vader daar ligt? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb honger. Mag ik daar een hapje dan? Hij ruikt wel heel lekker. Nee. Ik wil me inschrijven. Vandaag ga ik helpen. Alles voor mijn vader. Oh, ja, dat is goed. Hey, Bertha. Hoi. Wie is Bertha? Oh, dat is onze schoonmaker. Waarom klinkt elke schoonmaker als opa Gerard? Wie is Gerard? Nee, dat maakt niet uit. Laat maar. Nee, maakt niet uit. Ik wil me inschrijven. Vandaag ga ik helpen. Weet je wat het is? We werken met nieuwe systemen. Ja, als je mijn naam gaat vragen, dan stop ik. Shit! Wat? Ik heb me helemaal niet ingeklokt. Je hebt je niet ingeklokt, dus nu? Nou, dan krijg ik geen geld. Weet je, ik neem het geld wel voor je. Oké, goed. Ik weet dus niet zo goed hoe dit werkt. Weet je wat, ik rij wel gewoon met je mee vandaag. Ja, dat is goed, maar dan moet ik wel wat. Een handtekening hebben. Een handtekening, oké. Die komt. Ja. Geef mijn iPad maar even. Zo, dankjewel. Alsjeblieft. Een handtekening is letterlijk een donut. Zo, hoppakee. Hier heb je hem weer terug. Ja, dank je. En je naam? Nee, ik zei het nog! Henkie! Ja. Witte kruis. Het witte kruis. Het zit alleen geen kruis bij. En hij is blauw. Met wit. Met wit. Wat is er? Hey, Bertha. Heb je alles schoongemaakt? Ja. Cool. Oké, nee, top. Dan ben je vrij te gaan. Ik snap hier toch helemaal niets van. Uitleg. Uitleg. Eén. 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 Twee. Twee. Dat is een noodnummer. Dat is een noodnummer. Dan ga je bellen met de centralist. Ja. Wil je dat even proberen trouwens? Ja. Nou, hier.
Bel je al? Ja, hij gaat over. Welk nummer heb je gedraaid dan? 112. Wat? 112. Oh, is dat het? Sindsdien heeft de politie... Waarom heeft de politie... Oh mijn god, wat is dit voor wachtrijnummer? Wat was dat? Dat was de wachtrijnummer, denk ik. Oh, dat was de ringtoon van die binnen natuurlijk. Oh, nee, dat sta je is in de wacht? Ik sta in de wacht. Maar hoe kan ik bij de politie in de wacht staan? Ja, weet ik ook niet. Auw. Ik denk dat ze in morsecode tegen me praten. Dit is de alarmcentrale van de ambulance. Wat is de locatie van uw noodgeval? Nee, ambulance. Wat is er aan de hand? Nee, ambulance. Dan schakel ik u nu door. U spreekt met Bertha van de ambulance. Kan ik u helpen? Bertha, ambulance, daar ben ik. Dan verbind ik u nu door met de ambulance. Oh mijn god, het is zo als er ligt nou iemand op sterven. Hey, Toos. Ik heb een ambulance. Wat? Spreek met mij. Arie, ik bedoel Lassie. Lassie. Nee, ik ben het niet hoor. Hallo, ik sta gewoon hier. Wie is dit dan? Ik ben aan het bellen. Oh, dat weet ik niet. Goeiedag meneer. Hallo meneer, hallo. Ja, met wie spreek ik? U spreekt met de centralist van de ambulance. Ja, wait. Wat is er aan de hand? Ik had Toos aan de lijn. Wie is Toos? Ja, hij staat aan de lijn. Oh, nou dan verbind ik u nu even door met Toos. Nee, oh, ik doe nou... Hoi. Toos, wat nou als er iemand op sterven ligt? Sorry. U mag nu ophangen. Ja. Ja. Ze hangen me gewoon op. Is het gelukt? Wat is dit voor centrale? Wat nou als er echt iemand op sterven lag? Oh, dan moet je er gewoon doorgeven. Oh mijn god, weet je? Goed. Laten we gaan. Ja, zeg het maar. Oh, oh. Ja? Waar? Oh nee, toch. Oh, waar? Wat is er? Wat is er, Lassie? Nee. Oh, ja. Wacht even, Henk. Ik ben heel even aan het praten, ja? Ja, nee, maar... Gewoon even stil. Ja, nee, kom eraan. Ja, locatie via het systeem, alsjeblieft. Oh. Leten, we moeten instappen. Leten, sorry, Leten, ja, we gaan. Kom. Leten, kom. Kom, instappen. Ik zal ze er onderweg uitleggen. Oh, daar gaan we. Henkie. Ja? Het is zo glad. Oh, ja, het begint ook even te sneeuwen. Dat jullie aankwamen, ja. Was er geen sneeuw, maar het is gewoon nou, het is december. Oh! Oh, waarom ga je niet sneeuwen, trouwens? Het was toch een noodmelding? Waar is Peter heen, trouwens? Die moest poepen. Ja. Oh! Ja, ja, wacht even. Moment. Oh, maak dit. Nee. Ja. Zo. Goed, er is een oude man aan het verdrinken. Oude man aan het verdrinken? Oh, wat zielig. Ga maar erin. Ja, maar best wel. Oh, voorzichtig. Oh, waar is hij dan? Hier is water. Oh, daar is hij. Oh, daar is hij. Oh, het is ook maar Gerard. Gerard. Wat? Wat doen we? Is dat Gerard? Help. Wat doen we? Oh, nee. Lassie, wat is het plan? Ja, weet je wat het is? Nou? We mogen niet het water in. Waarom niet? Regel 1. Denk altijd aan eigen veiligheid. Ja, maar dat hij verdrinkt, wacht naar de brug. Ja, ga maar vast. Gerard, we komen eraan. Gerard, hou je vast. Hou je vast. Hou me vast. Oh, dat kan niet. Help. Gerard. Lassie, wat doen we? Wat? Wat doen we? Ik hoor je niet. Ja, maar wat doen we? Ja, we kunnen niet veel. Oh. Ja, maar hoezo we kunnen niet veel? Hij verdrinkt. Hij is letterlijk aan het verdrinken. We moeten iets doen. Het is nieuw, het water bevriest. Henkie! Ja, wat? Henkie! Wat? Ja. Hallo! Hallo! Kun jij zwemmen? Ja, een beetje. Wacht, ik kom naar je toe. Ja, we kunnen hier zo weinig mee. Ja, wat? Je bent ambulance, wat moet ik doen? Nou weet je wat, het is hier zo... Hij is onder water! Oh, ja wacht, we wachten wel even tot hij weer boven komt. Hoezo we... Wacht! Oh, daar is hij. Zie je? Lassie! Geen probleem. Ja, maar zometeen is het zo diep hier. Oh. Altijd eigen veiligheid. Regel 1. Ja. Ik ga zwemmen. Ik ga de duik maken, oké? Oké, dan gaan we. Ik ga een duik maken. Ik ga hem redden. Jawel, ik ga hem redden. Je komt er niet voorbij. Ik ga letterlijk langs je. Gerard, ik kom eraan. 3. Nee, je komt niet voorbij mee. Henky! Nee! Dan kom ik hieruit! Het is... Ik kan staan... Waar is hij? Oh mijn god, Gerard, kom hier. Gerard, kom hier. Opstaan, opstaan, opstaan. Gerard, waarom? Lassie, het is letterlijk 2 centimeter diep hier. Ik had het koud. Ik was aan het vissen en mijn aasje zat vast. Dus ik ging kijken en toen bleef ik vastzitten aan mijn eigen aasje. En ik heb niet koud. Dit is een beetje... Oh, Gerard, kom mee. Ik heb hem, Lassie. Ja. Ik heb hem. Wat doe je? Wat doe je, Lassie? Gaat hij ook onder morgen? Oh nee, dat maakt niet uit. Kom, Gerard, nee, opstaan. Ja, maar mijn visengel ligt nog goed, uit. Meneer, ja, kom eruit. Pakken we zo. Kom eruit. Kom maar even. Geen getuigen. Kan je er helpen? Kom maar overeind. Ik ben van de ambulance. Nee, geen probleem. Ga maar. Volg je dag maar. Yes, stop. Meneer,
Ik wil wat checks voor u doen, dus even liggen. Nee. Meneer, komt u maar even. Je bent een beetje in de war. Kom maar, ga maar even liggen. Het is wel koud op de grond. Kunnen we niet beter mijn auto leggen? Nee, ga liggen, Gerard. Hier, Henkie. Ja? Ik schijn even zijn ogen. Kijk jij even of zijn pupillen reageren. Oké. Schijn je zijn ogen? Ja. Hallo, pupillen van Gerard. Ik ben Henkie. Nee, ze zeggen niks terug. Ze reageren niet. Prima. Oké. Is dat goed of slecht? Nee, dit is goed. Dit is goed. We gaan even wat controles doen. Ja? Ten eerste, de contactfase. Contactfase? Gerard, doe je ogen open. Spreek je, meneer. Hallo, meneer, bent u daar? Hij lijkt me opa, ze denkt me vroeg. Hij is er. Weet je wel? Hij is er, ja. Nee, hij is er. Hij is er. Hij praat, dus hij is bij kennis. Okay. Dat is mooi. Volgende. Ja. Even kijken, meneer. Zit je nou aan zijn handen? Ja, even kijken of zijn reflexen van zijn vingers het doen. Oh ja, die doen het. Meneer, goed. Voelt u dit? Ja. Zie jij reageert met zijn vingers. Ja, ik zie het. Ja, ja, heel goed. Dan moeten we nog één ding testen. Deze, hij werkt. Gerard. Doe hem even weg, meneer. Doe hem even weg, meneer. Nog één ding testen. Ja. Je gaat ernaast zitten. Ja. Je maakt een driehoek van je handen. Ja. En je drukt. Nou! Lukt! Sorry. Oh nee, wacht. Je drukt! 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 En dan? Drukt! Mag ik helpen wel even? Ja, doe maar even. Zo! Ja, drukken, heel goed! Ja! Ja. Stop! Ja! Zo! Wat gaan we doen? Ja. Waarom doen we dit? Ik snap er helemaal niks van, Bassie. En? Zo? Hoppa! Zo, klaar! Gerard, je bent gered. Dat kost dan 200 euro. Meneer, heeft u een wat zijn uw medische gegevens? Wat? Wat? Ik heb een ziekenfondspasje nodig. Ja. Dus kunnen we hem niet hier gewoon voor dood laten liggen? Ik pak hem wel even. Ja, doe dat maar. Oh ja, hier zit hij. Jezus, een heel kladboek. Ja. Jeetje, Mina. Oh, wat staat er allemaal op? Ik ga staan. Ga maar staan, Gerard. Gerard, doe je ogen even open. Ik zie dat dit de 20ste keer is dat u wordt gered. Dat betekent een volle strippenkaart. Gerard! Oh, ja, ik zie niks. Kunnen we hem gewoon laten liggen? Oh, daar ben ik. Heeft hij al 20 keer gered? Ja, 20 keer en even volle strippenkaart. Dus dat betekent bij de volgende behandeling krijgt hij gratis mascara erbij. Oh, een paar pepernoten. Je bent boos, en, zo vaak als je bij de ambulance komt. En hij krijgt 10% korting op alle toiletpapier. Oh, nou oké. Top. Ja. Gerard, goed, meneer, ik leg hem hier neer. Tot de volgende. Dag Gerard. Mag ik Peter halen? Is er nog iemand? Hij heeft zijn ogen al dicht. Ik snap het even niet. Ja, maar nu uit. Dag Gerard. Dus Lassie, wat nu? Nou, weet je waar het tijd voor is? Nou? Een plaspauze. Een plaspauze? Ja, maar wat nou als er weer mensen zijn die... Oh. Okay. Nou, dan gaan we snel weer verder. Ja, een korte plaspauze. En wat is beter om hier bij het restaurant eventjes naar de wc te gaan? Ring of Fire. Meteen wat eten. Wil je ook wat? Nee, ik hoef niks, want ik kan... Oh! Ik heb weer een beetje misselijk door die auto telkens. Ja, ik ben eraan gewend. Nou, dan ga ik eventjes die kant op. Ja? Mocht er iets zijn... Ja? Dan, Nee, ja, als ik haal je wel. Komt goed. Ja, ja, okay. Ja, je wordt gemeld door de meldkamer als er iets ja, is. Ja, ja, ik ga de meldkamer wel. Ik geef hier mijn portofoon, alsjeblieft. Yes, dankjewel. Oké. Okay. Ik ga eens even naar binnen. Maar ga je ook eten? Ja. Oh, kijk. Dag. Dag. Oké, okay, kijk eens. Ik hou het wel in de gaten. Als er iets is, zal ik snel reageren. En dan zal ik Lassie erbij halen. 12 seconds later. Wat was dat? Oh, het is wel iets uit de meldkamer! Ja, ik ga zitten! Wacht! Met Henkie, hallo, met Henkie. Goeiedag met Henkie. Goeiedag. Oh, wacht, dit moet een knopje houden. Goeiedag, ik spreek met Henkie van Henkie's monteurdeur. Ja, dit is de. Wat was ik? Oh ja, de meldkamer. Ja, hallo. Van de ambulance. We hebben een spoedmelding voor de 6658-3920. Dat zijn jullie volgens mij. Dat zien jullie locatie in ieder geval op de live locatie. We hebben jullie even doorgestuurd naar een melding. We hebben jullie even gekoppeld. Alles staat in ieder geval in het GMS-systeem. Ja, maar. Als u in ieder geval even te plaatsen kunt gaan, heel even alle modellen in ieder geval wat doorgaan. Ring of daarna wordt u in ieder geval doorverbonden. Maar alle details staan in ieder geval in de auto. Hij heeft echt Rio 1 met toestemming daarom wil ik u dat u nu gaat. Dus u wordt nu in ieder geval doorverbonden naar de volgende interlist. Ik ga ervoor. Waar is het? Waar moet ik heen? Het is Peekik. Trouwens, waarom ben jij weer aan de lijn? Ik heb een spoedmelding, je moet gaan. Ik heb een navigatie gekregen, ik moet gaan. Ik zit bij de bingo, daar. Trouwens! Oh, ze zeiden dat ik op de pier moest zijn. Kijk, ik maak een wheelie zo hard als ik ga. Ik heb hem onderweg even een beetje opgevoerd, zodat het ermee, dat ik er sneller ben. Pas op! Au! Ambulance tot die dienst, waar ben je? Waar zijn ze? Waar is de melding? Wie is er dood? Wie is er neer? Mevrouw, ik heb geen tijd voor jou, ik heb een melding. Oh, waar zijn ze? Oh, er is helemaal geen melding hier. Oh, wacht, ze zijn daar. Sorry. Oh nee. Henkie, tot uw dienst van de ambulance.
Oh, wat is er gebeurd? Bent u bij Sina? Hallo? Goeiedag, met wie spreek ik? Oh nee, oh, er zitten twee mensen in. Twee mensen achteraf. Oké, wat heb ik geleerd? Wat heeft Lassie mij uitgelegd? Oh, eerst het materiaal pakken. Oh, wacht. Oh, ik heb hier het materiaal bij me. Ik ga jullie deur openbreken. Ik ga jullie redden. Oké, ik heb eerst even jullie namen nodig. Hoe heet jullie? Zijn jullie bij Sina? Hallo? Alala, la 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 la. Oh, oké. La 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 la. Alala, alala. Oh. Oh, lolo. En wie nog meer? Wie nog meer? Dick. Dick? Oh, Dick. Oké, ik ga jullie eruit halen. Oh, ik ga eens aan de andere kant beginnen. Oké, meneer, ik ga uw deur openbreken. In 3, 2, 1. Ja, kom, eruit. Ja, zo. Ja, de deur is opengebroken. Stap maar uit. Oh, ga maar even zitten daar. Ik ga uw buurman doen. Oh. Aan die kant, stoeletten. Wat zo? Jemig. Oh, meneer, ik ga je ook... Oh, u heeft zelf al de deur opengebroken. Meneer, kunt u opstaan? Kunt u mogelijk ooit in uw leven nog opstaan met het grote lijf van u? Sta op, meneer. Ik ben Dick. Ja, papa moet helpen, we moeten helpen. Ik weet dat u dik bent, meneer, maar u moet toch even opstaan. Meneer, sta even op. Kom op. Ik ga eerst uw mededing helpen. Ik weet niet of ik jou in mijn eentje omhoog krijg. Meneer, gaat het met u? Papa moet helpen, we moeten helpen. Wat kan je? Ik heb geleerd. Nee. Hou je mond! Ik ga je redden. Oké, ik heb geleerd. Eerst die ogen schijnen. Hallo, ogen van meneer. Hallo, ogen van meneer. Hoe gaat het? Hou je mond! Meneer, kunt u even blijven staan? Oké, ogen. Oké, nee, ik verklaar deze meneer dood. Meneer Dick, ogen open houden. Hallo, ogen van Dick, reageren jullie? Nee. Oké, ze reageren. Ze zeiden nee, dat stopt, dat stopt. En wat was het volgende ook weer? Ja, ja. Ik heb het gedaan. Ik heb helemaal niks met jouw auto gedaan. Mijn naam is Michelangelo Petro. Michelangelo, hoe komt jouw auto überhaupt? Jezus, wacht. Oh, Jezus, meneer, pas op. Deze man, die was naar rechts aan het leunen. En ik weet niet, ineens lag ik om. Je moet eens weten, Michelangelo Petro. We moeten nou eens kijken. Wat hebben we gedaan? Ga jij maar even liggen. Zo. Meneer, oké, ik heb ogen gecheckt. Wat was het volgende ook weer? Wat had Lassie gezegd? Oh ja, contact maken. Meneer. Yeah. Oké, contact is er, dat leeft nog. En het volgende was, ik weet wat het volgende was. Oké, volgende was, wat was het nou? Identificeren of je reageert op prikkels. Meneer, ik raak u even een paar keer aan hier. Oh, godverdamme, wat is hier zweterig en nat. Oké, weet je, deze stap slaan we over. Volgende, we gaan hem reanimeren. 1, 2, oh, ik voel alles trillen. Oh, 3, oh, ik denk dat ik door de grond ga zakken. Oh, 4, 5, ja, oh, meneer, goed zo. Ja, meneer, ik heb u gered. Ik heb u, gaat het met u? Jezus, wat een dikke worstenvingers. Meneer, yeah. Gaat het met je? Oh, ja. Yeah. Ja, yeah, daar gaat het. Ja, moet dat maar doen. Ja, daar gaat het. Klim maar even hier overheen. Klim maar even hier overheen, dat u even daar veilig staat. Oh, dat is nu zo. Oh, nee. Oh, jezus. Oh, jemig, meneer. Kunt u heel voorzichtig op de grond gaan zitten? Heel voorzichtig. Gewoon even rustig gaan zitten, dank u wel. Ja, goed, jezus. Oké, meneer, kunt u hem even goed rustig. Kunt u even stilstaan? Oké, meneer, we gaan er even rustig over praten. Nee, ja, daar gaat het. Ik wens je een hele fijne dag. Doe voorzichtig met jezelf. Oh, ik moet Lassie weer ophalen. Oh, kijk eens. Ik moet snel de bus naar Lassie terugbrengen. Ik vind wel dat ik het heel goed gehandeld heb. Als je Dick daar ziet... Hey, Lassie! Rustig. Ik hoorde van de melding. Mamma mia. Lassie, ik heb het geregeld. Kijk, daar zit Dick. Wacht even. Ja, sta op. Geen zorgen. Kijk, Lassie, daar zit Dick. Zie je? Het gaat goed. Het gaat goed, nou, mensen. Dat vind ik niet aardig. Wat? Je noemt hem Dick. Nee, hij heet Dick. Daar kwam ik net ook achter. Dick is zijn naam. Goed, ik ga even kijken of zijn pupillen nog open zijn. Nee, dat heb ik gedaan. Alles is gecheckt. Dick, alles is gecheckt met Dick. Geen zorgen. Echt waar? Alles gaat goed met hem. Ja, hij zwijgt. Gaat alles goed? Het is een beetje vieze reek. Ja, dat snap ik. Het gaat alles goed. Ja? Ik hoorde de melding van mijlenver. Ik was zo op de pot van dat restaurant. Dat was zo pittig allemaal. Hallo mevrouw. Maar goed, ik moet gaan. Lassie, je moet wel even weten met de auto. Wacht, laat mij even voor je goed zetten. Ik zet hem even voor je goed. Kom maar, ik heb hem namelijk een beetje aangesleuteld. Terwijl je met die melding. Oh.
Want ik moet even oppassen hier met die deur zo. Oh, onderkraam. Wacht even, doe voorzichtig. Nou, ben jij goed in keren, Lassie? Ja, op zich wel. Ja, nou, ik namelijk niet echt. Oh, doe ik dit nou zo? Oh. En dan ben ik niet heel... Weet je wat? Laat maar. Doe jij maar. Lassie, je moet wel weten. Ik heb hem gemonteerd. Doe ja, maar dat maakt niet uit. Want ik moet eerst dan een stukje naar achteren. Nee. En dan volle kracht vooruit. Lassie, en dan gaan we... Oh. Nee, grapje. Kijk. Oh, maar goed. Dan moeten we nog één keer. Ik denk, je gaat in het water eindigen. Nee, natuurlijk ga je in water eindigen. Oh, Lassie. Ik denk het. Hey, daar is hij. Lassie, ik zie je. Lassie. Mevrouw, we hebben een afspraak met elkaar, hè? Niks. Weet je wat? Geen getuigen. Oh, hoppakee. Oh, nee. Oh, Dick, alsjeblieft, doe het niet. Dick, kan je me één ding beloven? Ja. Yeah. Spring nooit in het water, want dan hebben we een tsunami. Oké, okay? Dick, niet doen. Dick. Nee! Oh, kijk. Het was eindelijk aan het sneeuwen en is die man die Dick heet, is in het water gesprongen. En nu is letterlijk allemaal zeewater nog steeds naar beneden aan het vallen. Het was zo'n grote plons. Ik ben gewoon nog... Het is nog steeds aan het regenen. Ik snap het niet. Laat ik maar snel lekker naar huis gaan. Ik ben er toch al... Oh, dat vind ik fijn. Even rust op mezelf. Het komt vast wel goed met mijn vader. Ik heb hem net nog gesproken onderweg terug. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Nu lekker even thuis in mijn eentje. Niks aan... Ja! Bingo! Ja! Hey, bingo! Ja, ik heb bingo! Bingo. Bingo. Bingo, bingo, bingo. Toos, bingo, 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 bingo. Oh mijn god. Nou, oké, weet je. Ik laat het allemaal even over me heen lopen. Ik ben alleen. Toos was hier. Dat maakt niet uit. Ik ga even de badkamer in. Even lekker douchen. Oh, dan komt het al. Ik ga weg hier. Weet je wat? Jullie huis is van mij. Ik ga wel ergens anders. Wie ben jij? Wat doe jij hier? Ik kom hier 6 pallets met burgers afleveren. Loop maar naar binnen. Ik woon hier niet meer. Weet je wat? Kijk eens. Ik ga een nieuw huis kopen. Gerard en Toos hebben het overgenomen. Ik snap er helemaal niks van. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Nu doe je!